Even iets heel anders, want vorig jaar nam Pernille een kijkje bij Z-Kids News in Zambia. Een jeugdjournaal dat in samenwerking met Free Press Unlimited onafhankelijk nieuws maakt voor kinderen. Ze zijn inmiddels in 16 landen actief en vanaf dit jaar ook in Egypte. En Jan Willem, die is van Free Press Unlimited. Een hele goede morgen. Ja, jullie werken met programmamakers vanuit de hele wereld. Ja. Hoe ziet die samenwerking er precies uit? Nou, sinds 2004... zoeken wij landen op waar heel weinig goede informatie voor kinderen is. Ja. En zetten samen met een organisatie daar, vaak een productiehuis of een stichting, zetten wij een jeugdjournaal op. En dat wordt dan lokaal daar gemaakt. Ja. Eén keer per jaar komen we samen, ergens in een van de landen waar we werken, in een zogenaamde summit. Delen we heel veel informatie, daar werken we aan nieuwe gezamenlijke projecten. En 24 uur per dag zijn we ook verbonden met een online newsroom. Ja. Dus de eindredacteuren die kunnen op die manier... Van de diverse landen? Ja, 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 op die manier hun programma's op elkaar afstemmen. Oh, wat goed. En dan kan je elkaar inderdaad voorzien van informatie en nieuws. Want in elk land gebeurt natuurlijk ook weer wat anders. Ja, maar... en we hebben een online library. Dus met alle items die in al die landen worden gemaakt, die worden op een online library gezet. Waardoor iedereen daar ook materiaal van af kan halen. Wat betekent dat elk jeugdjournaal niet alleen landelijk nieuws vertelt, maar ook meteen de rest van de wereld kan laten zien. Ja. En nu zeg je inderdaad als jeugdjournaal. Is het een beetje vergelijkbaar met het jeugdjournaal zoals wij het hier in Nederland kennen? Nou, voor een deel wel. Zeker aan het begin. Toen werden ook mensen van het jeugdjournaal vaak uitgestuurd naar die landen toe. Ja. Om daar training te geven, om het programma daarop te zetten. Tegenwoordig zijn we wat breder. Wardada News for Kids is een nieuw format wat we hebben ontwikkeld. Waarin niet alleen nieuws zit, maar ook opinies van kinderen. En ook hun verhalen. Ja. Omdat de programma's die we opzetten vaak in die landen het enige programma is wat er is. Vaak ook het begin van veel meer aandacht voor mensenrechten, kinderrechten. Ja. Het begin ook om kinderen te betrekken bij wat er in de samenleving gebeurt. Wat natuurlijk heel belangrijk is, want zij zijn natuurlijk ook weer die bouwstenen waarop we weer verder moeten. Het is de toekomst. Ja, het is de toekomst. Hoe wordt erop gereageerd op die jeugdjournaals? Ja, ontzettend sterk, omdat kinderen meteen doorhebben, of jongeren en kinderen, want in sommige landen zitten we zelfs met wat ouder, zelfs met adolescenten maken we programma's, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika. Dus de hele bandbreedte van kinderen tot adolescenten. Er wordt heel goed op gereageerd. Dat kun je vooral bijvoorbeeld zien aan het aantal volgers op Facebook. In sommige landen, zoals in Bolivia, waar internet niet eens zo heel erg wijd verspreid is of heel erg snel. Daar hebben ze iets van 60.000 volgers in een klein land. Dat zegt alles over hoe belangrijk dat programma is. Hoe jongeren zich daarin herkennen en hoe ze zich met elkaar op die manier verbinden. Ja, nu laat je het woord verbinden vallen. Dat vind ik wel een hele mooie om even aan te pakken gelijk. Want kan je een voorbeeld geven van hoe het jeugdjournaal de jeugd verbindt? Nou, we zetten niet alleen een televisieprogramma op, maar wat we dan noemen een crossmediale platform. Ja. Dus er is televisie, er zijn in sommige landen evenementen. In Bolivia bijvoorbeeld geven ze zelfs een blad uit, een app. En via de website wardadanewsforkids.org kun je elke dag updates krijgen van al die jeugdjournaals over de hele wereld. Dus als je echt wil zien wat kinderen meemaken, waar ze mee bezig zijn en waar ze mening over hebben, of de dingen die ze met elkaar delen, dan kun je dat via die website volgen met dagelijkse updates. En dat is denk ik wel uniek in de wereld. Dat is zeker uniek. En je zegt al Wardada, want dat is inderdaad hoe het heet. Hoe wij het jeugdjournaal kennen, is dat bij jullie Wardada. Zullen we eens even kijken, want we hebben wat compilatiebeelden. Ja. Zullen we eens kijken? Zeker. Internet, the guys can analyze the woman in him for say he was the body this and that. We all get Ebola, which of course, person not sick here and all that. Yeah, so we all the now, so we they live healthy life. 15 বছরে আমার বিয়া হইছে, কিন্তু বাপ মা হট করে বিয়া দিয়ে দিছে, কিন্তু আমি বিয়া বসতে চাই নি। আমার আশা ছিল লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে একটা চাকরি বা কোনো একটা কিছু করার, কিন্তু সেই ইচ্ছাটা আমার পূরণ হয়নি। আবার হুট করে একটা মেয়ে হয়ে গিয়েছে। আমি চাবো আমার বাচ্চা জানি সঠিকভাবে মানুষ হতে পারে। কুহিরা দুঃখ দুঃখিয়ারা রেম তোক্তান বাই রেম নানে বা তোক্তার হয় নল আই সি বক্সি মনে পাইন পালাই তান কাবো ইন্তেম পাত কুহিরা সব হাবা কুহিরা তাকে কুহিরা বাই সি দিনা তাকিসা
Ja, en wat ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Als ik dit nu al heel kort zie in een compilatie, dan denk ik, deze informatie moeten die kinderen krijgen. En krijgen ze natuurlijk heel vaak niet vanuit een thuisomgeving of iets anders. Het is fantastisch. Onderwijs in die landen is ook niet zoals wij niet dat in Nederland kennen. Nee. Dus fantastisch dat dit er is. Ja. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is dat mogelijk dat jullie nu in Egypte een Wadada nieuws hebben. Waarom is dat juist belangrijk in een land als Egypte? Nou, sowieso wilden we heel graag de wereld echt verbinden. De Arabische wereld, er leven natuurlijk allerlei spanningen ook tussen. Dus een Arabisch-talig jeugdjournaal. En al een jaar of drie geleden zijn de eerste stappen gezet. En dit jaar zijn we eindelijk weer de stap kunnen maken om een volledig nieuwe pilot-aflevering te maken. Ja. En hopelijk eind van het jaar, begin volgend jaar, beginnen met de uitzendingen. Het is heel belangrijk om die wereld met elkaar te verbinden. Ja. En wat ik altijd zeg is, je hoeft voor diversiteit geen beleid te hebben als je er onderdeel van bent. En dat zijn we. En daardoor gaan die verhalen, de gebeurtenissen die er plaatsvinden, het feit dat kinderen elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen inspireren, dat gaat eigenlijk vanzelfsprekend op die manier. En daar hoorde die Arabische wereld ook bij. Ja, natuurlijk. Ja, juist voor het begrip ook. Ja. Ja. Hartstikke goed, Jan-Willem. Ontzettend veel succes. Want ik kan begrijpen dat je natuurlijk eigenlijk in elk land wil zitten. En dan kom snel maar eens een keertje terug om weer te vertellen in welk nieuwe land jullie dan weer gevestigd zijn. Binnenkort hebben we weer meer nieuws. Zo is dat. Goed, dankjewel. Dag aan.